gang shit. Mevrouw, doet u ook aan duiken of niet? Wie, ik? Ik wel. Ik heb mijn duikpak achterin. Wat de fuck? Ik dacht dat die mevrouw voorin zat. Goedendag! Sorry. Oké, mevrouw doet aan duiken. Oké. Drie. Er ligt iemand op de bodem daar. Wij zijn gestrand. Oh, ja, dat is wel vervelend. Jullie kwamen niet op die melding af. Wij zijn er. Hier, de rest? Ja. Ja, hij is een duikboot geworden. Hij ligt helemaal in de zee. Echt heel ver ook. Ja, nou, zover ga ik niet zwemmen. Ja, wat ben je nou? Wil je levens redden of niet? Ja, maar, niet te veel ik kom er niet om te redding zwemmen. Ik wil wel levens redden, maar als ik moet duiken, laat het allemaal zitten, wordt maar nat. Oké. Okay. Ah, deze lijkt wel een beetje op de kustwacht. Okay, oh shit, dus een flinke naar beneden dood zo, hè, let op. Ja. Je ziet ook met die tas rennen, dan rennen we achteraan. Ze rent ook als een gek door, jongen. Heerlijk. Fuck, ze doet het wel even, hoor. Mevrouw is ook niet bang. Wat leg je nu neer dan? Je opblaast boot of? Oh, duikfles. Oh shit. Oh, nu wordt het real. Holy shit. Wat de... Ik dingen nog eventjes... Mag ik er ook zo even eentje lenen van je? Want ik weet waar die laat ik aan. Broek uit? Deze ja. Ja, nee, ik vind het helemaal top, mevrouw. U moet zelf weten hoe u te water gaat. Als u mijn vriend maar redt. Ja, toch? Hij moet eerst uit de auto worden gehaald. Ja, hij zit nog weer vast in de auto ook. Nee, hij is niet ook vast nog... in de auto. Oh nee, niet in de auto. Hij drijft. Ja, oké. Okay. Straks moet de brandweer ook worden. Ja, het is... ik weet niet, maar iemand vloog uit de bocht hier. Ik zeg niet wie, want het was die kale. Ja, toen zijn we... Is die iemand daar beland? Het is ongelooflijk. Ja, maar je weet toch, ik reed wel vooraan. Oh, hij dacht dat hij een onderzeeër was. Ja, ondertussen had je hier gewoon met 30 km per uur langs kunnen rijden. Waren we nu met z'n allen in de stad geweest en kijk hoe lang we hier nu staan. Aida. Maar die auto die stuurde gewoon in één keer niet meer, man. Ja, ik heb wel af en toe als ik mijn telefoon pak, dan stuur ik opeens niet meer. Dat is wel heel kut. Je moet ook niet een sms versturen als je aan het rijden bent. Nou ja, nee, dat moet je zeker niet. Als je 330 rijdt, dan kan je ook niet meer goed sturen. Maar dat heb ik wel eens gedaan, joh. Ik stuurde toen van... dan zit politie aan, u weet. Boom, tegen de vangrail. Waar zijn jullie nu? Ja, we staan ergens bij 420, 423, daartussenin langs de kant. Petja is mogelijk verzopen. Die wordt gereanimeerd in het water of zo. Ik weet niet of dat kan, maar. Ja, ik weet niet wat de fuck ze aan het doen zijn. Hoe gaan ze hem tot. Gaan ze hem aan de kant slepen of zo? Ik denk het wel. Oké. Even een electroshock in de water. Hé, ze komen eraan. Hebben ze hem mee? Ze hebben hem gewoon achtergelaten. Hè? Ze had echt geen zin. Laat me kijken. Hebben jullie hem? Oh, je hebt hem! Je hebt hem helemaal mee. Hier. Kom, nog maar even trekken deze kant op. Met z'n allen. Opa. Met z'n allen? Ja. Met z'n allen. Ja. Hij doet het weer. Oh, goed. Jullie zijn echt goeie. Zo, ik heb gelijk... ik doe wel wat de ECG aansluiten. En als dit al een dag is dat u er niet zoveel zin heeft, mevrouw, dan moet ik niet weten wat voor dag er allemaal is, wat er allemaal gebeurt als u wel zin heeft om iemand te helpen. Nou, geloof me, ik zag met een vliegtuig voor mij ogen ontploffen of helikopter, ik weet niet eens wat het was. Daar bij de zee? Nee, dat niet. Oh. Wel tegen mijn flatgebouw. Oh. Oh ja. Hey, maar ik denk dat we het beste even van het water weg kunnen zijn. Misschien, weet niet wat voor apparatuur ze gaan gebruiken. Er komt er nou aardig wat water in bij die vent, maar ja, hij had toch al 40 liter in zijn bas zitten, denk ik. Dus... Ik hoop dat je hem nog kunnen redden. En die auto dan? Hebben jullie die ook nog opgedoken of niet? Die heb ik niet gezien. Nee, sorry. Die kunnen we niet meenemen. Die heb ik niet gezien. Okay. Ja, maar die kun je gewoon bij uit val leggen. Ja, nee, die vissen we zelf wel een keer op of zo. Misschien. Die moet niet meer repareren. Nee, maar dat ook niet. Maar je kan niet zomaar alles in de zee dumpen. Nee, dat klopt. Maar ja, hè. Ik denk niet dat Pitstop ook zover. Kan komen met hun voertuig maar met water te slepen. Oh, ja nee, dat is dan wel een. Dat laat het wel even. Moet er echt een apart bergingsbedrijf voor komen? Ach no. Joh, ze zijn toch niet in dienst, dus bergen. Ja.